Jasper en ik gaan kinderpralines maken en dat wil zeggen dat we geen al te speciale smaken gaan gebruiken. Hè, want je hebt heel veel verschillende chocolades. Ook, maar wij gaan gewoon het simpelste van het simpelste doen. Maar we gaan ze wel heel lekker maken. Is dat goed? Ja. Ja, Jasper is een klein beetje nerveus en is nog een klein beetje stil, maar straks gaat hij loskomen. Hè, Jasper? Ja. Versta dat wel. Ze gaan met die cameramannen en zo van alles rond u. Maar kijk, we gaan het niet aan ons hart laten komen. We gaan pralines maken. Ik heb al een opdracht voor u en we gaan die chocoladestukken zo helemaal gaan kapotkloppen. Maar je mag uw mouwen al oprollen. Ik zal u een beetje helpen. Hè. Zo, yep. En ik ga u een deegrol geven en dan mag je hier zo allemaal stukken van kloppen. Maar ik ga dat eerst in een handdoek leggen. Want anders ligt al die chocolade in de keuken hier. En dan moeten we dat allemaal gaan oprapen. En dat is de bedoeling. Ja. Dus kijk, ik ga die allemaal op elkaar leggen. Zo. Toe. En nu mag je daarop kloppen. Hè. Speel jij soms baseball op school? Nee. Nee, nog nooit gedaan? Ik doe toneelschool, drumles en muziekschool. En wel, klop er maar gewoon op. Alles in stukken. Tjaka, tjaka, tjaka. En je mag af en toe een keer kijken tot alles mooi in kleine stukjes. Wow, je hebt nog dikke stukken, hè. Dus je legt die een beetje meer in het midden, snap je? En dan weer toeplooien. En ik ga ondertussen de room opzetten, want die gaan we opkoken om dan over de chocolade te gieten. Ja. Klop er maar op. Maar zeg, je hebt wel fors in uw armen, hè? Hè? Ja. Oké, dan gaan we dat in een grote kom doen. Ja, giet er maar allemaal in. Dus nu hebben we hier kleine stukjes chocolade. Dat is de basis. Je mag al een keer eentje proeven, want dat is lekker, hè, chocolade. Ja. Oei, jij pakt direct een groot stuk, hè? En nu kunnen we hier aan onze room van alle smaken aan toevoegen. Wat lust je graag van smaken? Vanille? Lust je graag vanille, roomijs? Speculaas. En... Speculaas. Oei, wacht. Ik heb misschien wel iets. Kaneel. Ja. Ik zal het ruiken. Ruikt goed naar speculaas. Ja, hè? Dat zit bij speculoos, hè? Kaneel, dus voilà. Dan doe je dat maar bij je room. Voilà, we gaan er de hoeveelheid van één eetlepel. Ja. Kaneelpoeder bij doen. Ga je nog volgen? Ja, hè? Ja. Zo. En die doe je maar over de chocolade. Voorzichtig roeren. Totdat alle blokjes mooi weg zijn. Ja, goed. Zeg, en doet u dat dan iets herinneren? Help jij veel in de keuken? Ja, ik ook wel veel. En dat doe ik ook heel graag. Ja? Mm-hmm. En wat maak je dan? Cupcakes, taarten, cakes, brownies. Dus dan moet je wel aan brownies doen, denk ik zo, hè? Ja. Met die chocolade. Hoe ziet dat er hier uit? Ik ga een keer kijken, hè. Ja. En ondertussen, dat we hier goed gaan roeren, moet er als allerlaatste nog een stukje boter bij. En de boter die gaat ervoor zorgen dat je een lekkere, smeuïge praline gaat hebben. En je mag die afwegen hier. En we hebben 100 gram nodig. Pak maar een mes. Hoeveel gram heb je daar boter? 99. Ja, dat is goed. Voilà, we gaan ondertussen een bakje klaarmaken. Dat is mooi vierkant, maar dat kan ook van... Kijk, moest je nu zo'n bakje hebben waar dat er iets ingezeten heeft? Of van een vlootje boter of zo? Hm. En daar gaan we een plastic folie inleggen. En op die manier... Kijk, jij mag hier snijden. Zo. Ja. En dan leggen we die zo schoon naar beneden. Ja. Dan is dat straks mooi vlak. Als we dat er gaan uithalen. Ja. En dan gaan we ook nog een schoteltje klaarzetten. En je neemt maar iets dat in je koelkast kan. Hè. En dan leg je daar weer een papiertje op. Ja. Een spuitzak. Deze hier. Daar gaan we trekken.
Yes. En dan mag je die al zo een beetje openrollen. Ja. Zo. Dan is dat gemakkelijk om straks te gaan vullen. Hè. Zie je? Dan is dat klaar om hier de ganache in te doen. Oké, okay. We gaan eens kijken hier bij onze ganache. Maar je mag al stukje per stukje zo boter afscheppen. Dat mag met dat mes. En dan mengen we dat er al onder. Ja. Oh, met dat mes. Pas op, hè, voor je vingertjes. Voilà, we hebben nu een heel gladde massa. En dat blinkt heel mooi. Hè. Allee, we gaan een keer proeven, hè. Is goed, hè? Ja, ik vind dat ook wel. Heel lekker. Mm, je hebt zo heel lichtjes de kaneel. Hè. We hebben niet overdreven, maar het is wel lekker, hè? Ja. Oké, okay, we gaan er de helft van in doen. Krap maar. Ja. Pst, goed. Die mag je hierin leggen. Voilà, je pletst dat zo een beetje op tafel. Dat die mooi rechthoekig wordt. Hè? En we steken die of in de koelkast als je een beetje tijd hebt. Maar als je een beetje wil doorwerken, dan steek je die maar in de diepvries. Hè? Ja. Laten we die gewoon opharden. Hè? Het is niet dat dat speciaal iets doet. De boter en de chocolade moeten weer opstijven. Hè? Goed. Dan hebben we hier nog de rest van onze ganache. En die gaat in de spuitzak. Dus, hou jij de spuitzak, zo. En dan zal ik proberen te mikken, hè. Voilà. Daarom is het gemakkelijk om met twee te zijn in de keuken, hè, Jasper. Ja. Ja, dat zal wel. Voilà. Daar zou je wel willen inkruipen, hè. Ik zie je kijken in dat zakje zo. Dat zou wel een avontuur zijn, hè. Hup, hup, hup. En dan snijden we daar het topje vanaf. Tada. Heel goed. En dan gaan we nu bolletjes spuiten, hè. Maar hij is redelijk vloeibaar, dus die gaat een beetje uitlopen. Maar dat kan geen kwaad. Kijk, zo. Maar kijk. En nu hebben we nog over. Ja, nu hebben we nog over, maar je kunt dan eigenlijk verschillende platen gaan vullen, hè? Totdat je dat helemaal opgespoten hebt. Ja. Dus die gaan we in de koelkast zetten of ook in de diepvries om dus uit te harden. Hè? Ja. Voilà, die steken we bij de andere. Hè? En dan gaan we nu zo bakjes maken waar dat we ze gaan inrollen. Ah, hè? Ja. 1, 2, we zullen 3 verschillende maken. Is het goed? Ja. We zullen eentje vullen met muizenstrontjes. Ken je wel? Ja, dat ken ik. Dus die mag je in een bakje doen. En dan heb ik ook chocolade schilfers. En eigenlijk kan je dat in van alles doen. Hè? Ook in nootjes of in cacaopoeder. Maar we hebben hier nu al 2 keer chocolade. Dus ik wil echt een super extra lekkere smaak aan toebrengen. En zoals jij graag speculaas eet, hier zit ook, zie je, kaneelstok in. Dat is de Sweet Mix Amaretto. En we gaan die helemaal fijn malen, maar we gaan dat in een machine doen. Anders zijn we een klein beetje lang bezig, hè, met het malen. Dan mag je helemaal leeg gieten in de mixer. Jepa. Voilà. En dan hebben we echt 3 super toffe verschillende soorten pralines, hè. Ja. Hoppakee. Pralines, dat hoort zo'n beetje in een mooie doos. Hè. Vind je dat niet? Ja. Kijk, ik heb hier mooie doosjes gekocht. Ja. En daarin, wat ik nog leuker vind, is als de pralinetjes nog zo in een klein papieren cupje zitten. Dat zul je wel kennen, hè, van je cupcakes. Nee? Dat gebruik je wel, hè? Maar niet zo'n kleine, iets grotere. Ja, cupcakes is iets groter, hè. Ja. Kijk, jij mag die nemen en ik neem dan nog een doosje en we zullen zien hoeveel dat erin gaan.
Misschien wel 6. Hè? Zo, een beetje drummen. Maar het lukt wel. Ja. Dan gaan we wel eens gaan kijken of dat ze opgesteven zijn. Hè? Eens kijken. Ziet je? Komt er maar eens aan. Dat is een mooi hart. Hè? Ja, dat is goed. Oké. Dus dan gaan we die losmaken, want die zijn nu hard. Dus die kan je heel makkelijk van het papier halen. En dan gaan we die in de, ja, in de sweet mix of in de muizenstrontjes of in het chocoladeschilfers leggen. Hè. Voilà. Dus zo weinig mogelijk aanraken. En dan kan je die nu zo helemaal... En dan met de lepel leggen we van ieder soort in ieder bakje een praline. Je mag misschien al een keer in proeven, hè? Ja. Gaan we dat doen? Ik heb er eentje. Hier is eentje. Ik ook, hè. Tevreden? Ja, heel tevreden. Dat is een oprechte glimlach, hè. Oké, dan gaan we onze tweede soort gaan halen, hè. Ja. Die zal nu wel zeker al opgesteven zijn. Ja, die is goed hard. Oké. Dan kunnen we die kekjes heel gemakkelijk uit het vormpje halen. Zeker als ze hard is. Ah ja. En we willen misschien wel rechthoekige pralines. Ja. Zo, en dan mag jij die al in de hagelslag en in de sweet mix leggen. En dan mag je beginnen rollen, hè. Nu maar hopen dat ze lekker worden, hè. Helaba, deugen niet. En dan gaan we daar een chique strik rond leggen, hè. Ja. Weet jij al voor wie dat je een doosje pralines gaat meenemen? Nee. Nee? Misschien voor mezelf. Kan jij je vinger daarop zetten voor hier? Ja, dan mag ik. Goed, Jasper, dat heb jij goed gedaan. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Kijk, omdat we zo goed samengewerkt hebben, heb ik 2 cadeautjes voor jou. Dat is de eerste. Heb je al warme brownies uit de oven gehaald? Ja. Dat kan je dan met deze ook doen, hè? De 2 ovenwanten van de keuken was er. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik heb nog mijn boek ook dat ik wil signeren voor jou. Jasper, Sophie met een smile erbij. Alsjeblieft, Jasper. Dankjewel. Tot de volgende keer en zwaai maar naar de camera, want ze zijn allemaal aan het kijken, je broertjes en je zussen. Voilà, als jullie zeggen van wauw, die zien er super tof uit, de pralines die Jasper gemaakt heeft met Sophie. vtmkoken.be en die zijn van u. Dag, tot morgen. Kom.